De tentoonstelling Vrouwen van Rotterdam is geopend door oud-minister en oud-eurocommissaris Nelly Kroes. In haar toespraak gaat ze in op de veranderingen van de afgelopen jaren. In alle vormen van menselijk handelen is zoveel aan de orde. En via de social media met een heleboel positieve effecten. In de tentoonstelling zijn ook videoportretten te zien van Elfie Tromp, Suzanne Bijl, Aruna Vermeulen, Dr. Jolien Roos Hesselink, Shireen Moussa, Maritza Russel en uiteraard Nelly Kroes.